ja, middeleeuws Nijmegen, het is moeilijk te zien, maar zo hier nou kun je het echt beleven. Ja. Een geschiedenisles niet in de klas, maar in het park. Les over de middeleeuwen, de tijd van de gebroeders van Limburg. In het Valkhofpark steken de kinderen van basisscholen uit Nijmegen zelf de handen uit de mouwen. Nou, we hebben vandaag eindelijk sinds jaren eigenlijk weer een scholendag. Gebroeders van Limburg Junior Scholendag hebben we vandaag. En ja, er zijn honderden kinderen van de basisschool uit Nijmegen die op bezoek komen en die een proefje nemen van de middeleeuwen. Veel over de gebroeders van Limburg geleerd. Want eerst toen ik het hoorde, dacht ik, wat is dat? Maar nu weet ik het. Nou, de gebroeders van Limburg waren ambachtsmensen die eigenlijk kunstenaars geworden zijn. En we hebben hier dus heel veel middeleeuwse ambachten waar die kinderen aan kunnen proeven. We zien hier een handmolen. En dan draaien we met de hand, doen we eigenlijk hetzelfde principe naboots zoals dat de wieken nu doen. Dus 4 uur per dag voor dagelijks brood. Ja. Welke ambachtslieden verzorgen de workshops? Dit zijn allemaal professionele reenactors, zal ik maar zeggen, die ook vaak in dit soort ambachten heel goed thuis zijn. Dus er staat hier een echte smid, een echte tingieter. Dit is tin. Het lijkt zilver, maar misschien ijzer als je denkt. Dit kan je makkelijk breken, maar dat is zonde als ik het nu doe. Versieren is iets wat we altijd zijn blijven doen. Ze altijd waarschijnlijk zullen blijven doen. Dus tin is daar een supergoed spul voor, omdat het zo'n lage smelttemperatuur heeft. Op het moment dat het niet meer in de mode is, om wat voor reden ook, dan kan ik het gewoon weer smelten. Het giekt gewoon weer om. Echte leerbewerkers, beenbewerkers. Iemand die verstand heeft van middeleeuwse vechtsport. Er zijn muzikanten. Nou ja, dus dit zijn mensen die dit heel vaak doen. En daar ook heel goed in zijn. Dit weekend staat er nog veel meer op het programma. Ook voor volwassenen. Het Broeders van Limburg Festival dit jaar zal met name rondom het Valkhofpark zijn in het Museum het Valkhof. Maar het is allemaal lekker buiten, dus kom vooral allemaal kijken. Wordt leuk.